DJ Rebel met featuring Desiree. Ik ga beginnen met de dames. Mag dat? Ja. Hè. Desiree, u staat hier in Tielt. Ben je te rood? Gelukkig mee? Ik ben er hartstikke gelukkig mee. Ja, ja. Het is hartstikke leuk om hier te zijn. En, ja, het is eigenlijk heel spontaan. Komen deze week hoorden we dat DJ Rebel met Never Alone opnieuw geremixed had. En in de top 10 terecht was gekomen. En vandaar dat we nu dit tv-programma doen. België-Nederland een beetje vandaag? Ja, inderdaad. Sorry. Waarom gekozen voor dit nummer? Het nummer is oorspronkelijk een 90s nummer. En ik vond het vroeger al een schitterend nummer. Ik vond het heerlijk om naar te luisteren en om zelf te draaien ook. En ik heb gewoon besloten om het terug nieuw leven in te pompen. En dat is bij deze, denk ik, gelukt. U hebt zo'n beetje alle clubs in Antwerpen aangedaan? Inderdaad. Vooral in het Antwerpse ben ik nu heel bekend. Nu zal dat wel iets beteren buiten Antwerpen. En ik heb heel veel steun van collega-dj's, producers. Dus dat is ook wel heel fijn. En u met een mooie dame naast jou op podium? Ja, dat is natuurlijk altijd fijn. U bent al een tijdje bezig, hè, Desiree? Ik ken u nog van Henny Huisman, de soundmixer. Dat klopt. Oh, dat is heel lang geleden al, ja. In 1989 heb ik Anita Meijer nagedaan bij Henny Huisman. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En van daaruit in 1993 bij Two Brothers on the Fourth Floor terechtgekomen. En wij zijn toen in 2001 gestopt. En in 2006 zijn wij weer begonnen met optredens. Omdat ja, er is een hele revival of the 90s. En, een paar grote hits gehad, hè? Dreams onder andere, nummer 1 gestaan. Dreams, Never Alone, Come Take My Hand. Ja. 14, in ieder geval in Nederland 14 top 10 hits. Dus, ja. Wat men niet weet, misschien de meeste niet, dat u conservatorium kan aangeeft. Cum laude afgestudeerd, zo heet dat. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, ja. Dat was een van de mooiste beslissingen die ik heb gemaakt. Om te gaan studeren op het conservatorium in Nederland, Hilversum. En ja, dat was een prachtige tijd. Je hebt daar allemaal collega's. Iedereen is met de muziek bezig. En je leert zoveel over de muziek. Dus dat is echt te gek. Ja. Brengt die bagage u nu nog veel bij? Absoluut, ja. Ik weet waar ik het over heb als ik iets zing of iets op papier zie staan. En daarna is het gewoon ervaring, daardoor groeien. En, het is toch een beetje gans andere muziek, hè? Ja, het is, ik deed de jazzopleiding, dus jazzmuziek. En tegenwoordig is het veel meer popschool, popmuziek gericht. Dus jazz à la pop. Wat mag men van jou verwachten, DJ Rebel, op het podium? We zijn al bezig met een volgende single. Dat zal een nummer zijn van mezelf samen met DJ Frank Tiaia. Bekend van Summer Jam onder andere in 2003. En die release is gepland voor half eind september. En dat wordt terug een zomerse clubplaat en radioplaat à la merengue.